Het komen tot het besluit om te slopen heeft lang geduurd. We hebben alle exercities gepleegd. En uiteindelijk hebben we 5 zwaarwichtige redenen gebruikt om het besluit te nemen om te slopen. De eerste was de veiligheid. Wij moeten de gebruiker, en dat is de politie, de veiligheid kunnen garanderen. Een veilige werkplek. Het moet niet zo zijn dat er zoveel over dat gebouw verteld is en dat zit een politiefunctionaris in een ruimte en dan kijkt hij de hele dag naar een balk die mogelijk een scheur kan krijgen. We halen hem uit de concentratie. Tweede is de duurzaamheid. Geven wij een architect en een aannemer om door te gaan met dit bouwsel, dan kunnen we niet stellen het is duurzaam. We weten niet wat daar staat. De bouwtijd, dat is 3. Willen wij doorgaan met dat bouwsel, dan gaat er een grondig onderzoek moeten komen. En je gaat maanden bezig zijn, omdat je elke balk, de vloer, misschien mogelijk ook elke muur, ga je moeten onderzoeken. Misschien middels een röntgenapparatuur. En dat gaat veel tijd in beslag nemen. En op het moment dat je bezig bent met het bouwen, dan ontdek je weer iets anders. 4 is het budget. Willen we doorgaan met dit bouwsel, willen we doorbouwen, afbouwen, dan gaandeweg de rit zullen we dan zeker merken, en u zult dat straks ook zelf waarnemen, dat er zoveel verstevigingen moeten worden gemaakt. Zoveel modificaties zullen worden gepleegd. En dat kost geld. En wat het allerbelangrijkste is, 5, is de aansprakelijkheid. Als we een aannemer vragen om door te gaan met het bouwen, en na 2 jaar krijg je bijvoorbeeld scheur in de vloer, of misschien in een van die balken, hoe ga je die aannemer aansprakelijk stellen? Hij gaat zich altijd daarop beroepen, ik ben doorgegaan met hetgeen wat daar stond. Dus dit zijn eigenlijk de 5 redenen geweest die wij heel lang gediscussieerd hebben. Hele grote exercities hebben gepleegd met de specialisten. En tot slot het besluit is genomen om te slopen. Dames en heren, ik wil u een heel vruchtbare informatieve sessie toewensen. En de directeur van Openbare Werken, de architecten en de minister zullen dan dieper ingaan op hetgeen waarvoor we hier zijn. Zoals is aangegeven, zal ik heel kort de geschiedenis van dit gebouw presenteren. Ik praat over geschiedenis, dus je zou denken, een gebouw dat ampertjes, een afgebouwd bouwsel dat ampertjes 13 à 14 jaar daar staat. En we praten al over geschiedenis. Dat zegt dat er heel veel te vertellen is over dat gebouw. En ik zal het heel beknopt doen. Ik zal niet alles voorlezen dat u daar ziet op het scherm. Ik zal beginnen met bij het begin, waar we altijd beginnen. 2007, april, februari 2008, is men begonnen met het aantrekken, het voorbereiden voor het aantrekken van een architect. Er is een architect aangetrokken na preselectie. Er is een oordeel, een gunningsadvies uitgekomen. Het is gegaan naar architectenbureau 1. Dat is DAS, de architectenstudio. Die heeft conform de procedures een aanbesteding georganiseerd. De ontwerp gemaakt, aanbesteding. En uiteindelijk is er dus wederom een besluit genomen voor het aantrekken van een aannemer. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, om verschillende redenen. Uiteindelijk heeft men het bureau DAS bedankt en is men gegaan naar de tweede architect, dat was het bureau AAC, om uiteindelijk een ontwerp te maken en wederom aan te besteden. Dat is dus ook gebeurd. Het bureau AAC heeft een ontwerp gemaakt, er is een aanbesteding gehouden, er is wederom een gunningsadvies uitgebracht.
Uiteindelijk is men afgeweken van dat advies en heeft men gegund aan de aannemer die tot voor kort betrokken was bij de uitvoering. Dat is het bedrijf Bouwvast Yankee. Dus u merkt al dat er bij de voorbereidingen naar het project toe al heel wat zaken in principe zijn afgeweken van de normale gangbare procedures. Bouwvast Yankee is begonnen met de uitvoering zonder toezicht in het begin. Op een gegeven moment was, ik bedoel, zonder toezicht van een bureau. Het ministerie van OW had toen de toezichtwerkzaamheden op zich genomen. Op een gegeven moment werd AAC betrokken. Er kwamen geschillen tussen opdrachtgever, de architect, de uitvoerder. Uiteindelijk is AAC bedankt en heeft het ministerie van Openbare Werken wederom de toezicht op zich genomen. De verdragsmiddelen waaruit het project werd gefinancierd en waren op een gegeven moment niet beschikbaar en werd de financiering overgenomen door de reguliere staatsbegroting. En daar begonnen dus ook wat problemen met de betalingen. De aannemer die werkte soms wel, soms niet op een laag pitje. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden stilgelegd als gevolg van betalingsissues. Het ministerie heeft toen tot dat moment nog toezicht gevoerd op het bouwwerk. En om redenen die er toen aanwezig waren, heeft het ministerie besloten om het werk formeel stop te zetten. Waarbij alle partijen, alle aannemers die toen een lopend contract hadden, zijn aangezegd per schrijven om de werkzaamheden stop te zetten. Het ministerie van OW heeft daarna een onderzoek gedaan, een eigen intern onderzoek. Het rapport is beschikbaar. En heeft gemeend om in de periode 2014 een deskundig bureau aan te trekken, een consortium van bureaus, ingenieurs, om een objectief onderzoek te doen naar het project. Dat is dus ook gedaan, het rapport is ook bekend. En in grote lijnen kwam het erop neer dat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidseisen die je zou verwachten van een dergelijk bouwwerk. Dus dat is in principe het advies in één zin, met althans de conclusies. In opdracht van het ministerie is aan hetzelfde consortium in 2015 gevraagd om een voorstel voor afbouw te doen op basis van het eerder onderzoek. Dat heeft het bureau dus ook gedaan en in, als ik het goed heb, medio 2015 is er wederom een aanvullend document geproduceerd door dat consortium waarbij er is aangegeven dat het mogelijk is om het project af te bouwen echter. En daar kunnen we in principe een jaar lang over discussiëren. Maar kortom, er komt erop neer zoals de vorige spreker net heeft aangegeven, het is mogelijk, maar. En dan krijg je een aantal vragen die je moet gaan beantwoorden. En uiteindelijk is net ook aangegeven waarom we zeggen van we laten die maar achterwege. En we beginnen uiteindelijk opnieuw. Het is niet daarbij opgehouden. Ik praat dus over project nummer, onderzoek nummer 3. 1, die heb ik gemist, sorry. Er was ook een onderzoek gedaan in 2013 door Concordia, maar die had meer de administratieve en de administratieve procedures onderzocht. Tweede onderzoek van OW. Derde onderzoek ook in opdracht van OW door consortium Chongayong. Uiteindelijk in 2020 is er weer een onderzoek gedaan door Firm Engineering. Dat is een vrij levig dossier en het is een vrij technisch diepgaand onderzoek. Welke dus ook is verstrekt aan het bureau ACE. Dus ook de conclusies die zijn getrokken om uiteindelijk tot het slopen over te gaan. Althans, dit rapport heeft ook aan de basis daarvan gelegen. En in principe heeft dit rapport van Firm Engineering van 2020 bevestigd wat Chongayong in 2015 had aangegeven. Dat het mogelijk is, echter. Dienen er zoveel aanpassingen gepleegd te worden. En men vraagt je af of het inderdaad raadzaam is om
door te gaan met al die echter, maar en al die vragen die nog beantwoord moeten worden. Dus ik heb u dus in een nutshell hier aangegeven wat de belangrijkste momenten zijn geweest voor het onafgebouwd bouwsel hier naast ons. En voor een langzaam gedetailleerd overzicht van alle activiteiten is de timeline dus ook beschikbaar. Ik zal vandaag kort ingaan op het proces dat dus gedaan is door ons. Naar de commissie en de regering en de stakeholders. Toen we starten met het project zijn we altijd uitgegaan van eigenlijk het scenario conform de TOR, de Terms of Reference, die uitgegeven was door openbare werken. En van daaruit zijn er eigenlijk een tweetal scenario's uitgekomen. Dat is één, het afbouwen van de bestaande constructie. En twee, slopen van de bestaande constructie en het bouwen van een nieuwe politiebureau. Ja, voordat ik start met eigenlijk de punten die net waren opgenoemd door de heer Boudel, wil ik wat uitgangspunten toelichten. Ja, de ontvangen documentatie van de opdrachtgever. Het is net ook al door de vorige spreker gezegd. Dus de instructies conform de Terms of Reference. Een opname en adviesrapport van Firm Engineering, medio 2021. Verslagonderzoek van Korpspolitie Suriname, uitgegeven door het ministerie van Openbare Werken. Sorry, ministerie van Openbare Werken heeft dat verslag inderdaad gemaakt. En ook een onderzoek van Chongyong Architects. We hebben daarnaast ook een veldoriëntatie gedaan na de gunning aan het bureau Ace Consultancy. En daar hebben we visuele inspectie gedaan. En ook hoogtemetingen en grondboring. En natuurlijk hebben we de rapporten ook bestudeerd. Dus het uitgangspunt van ACE, het startpunt van ACE, is altijd objectief en neutraal. Zo zijn we ook begonnen met het onderzoek. En op basis van de beschikbare documenten, de veldoriëntatie en ook het geïnstitueerde tijdsbestek, hebben wij eigenlijk dus de twee alternatieven bekeken. Dus het opnieuw bouwen en het slopen. En deze hebben we dan naast elkaar gezet voor de stakeholders. De aspecten bekeken voor beide scenario's. We hebben natuurlijk gekeken naar kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. De functionaliteit, het risicoaspect en ook de projectduur. En ik zal dan nu even kort ingaan op deze aspecten. Ja, dus afbouw en nieuwbouw. De bouw ligt al ongeveer circa 12 jaar stil. Ik hoorde net zelfs wat langer. Sindsdien is de constructie achteruit gegaan, ook met name door gebrek aan onderhoud. Het staat open en bloot in weer en wind. Het gebouw is niet uitgevoerd volgens de tekeningen en de documenten, de initiële tekeningen en documenten. Het gebouw voldoet volgens de rapporten en de onderzoeken niet aan de sterkte- en stabiliteitsnormen, wapeningshoeveelheid, dekkingsproblemen, hoogtes, maatvoeringsfouten en dergelijke. Dat is allemaal te vinden ook in de rapporten die ze uitgeven. De omvang van de nodige aanpassingen zijn in deze fase ook moeilijk in te schatten. Het kan je voorstellen dat als je aan het herstellen bent, dat er ook heel veel onvoorziene zaken zich kunnen voordoen. Wat ook kan leiden tot extra kosten en extra stagnaties. Dus de kans op scheuren en of andere problemen is ook niet te overzien. En is dus de kwaliteit van het gebouw ook niet volledig te garanderen. Het gebouw, dus bij nieuwbouw, zal het gebouw natuurlijk volgens de huidige normen en standaarden worden gebouwd. Strikte directievoering op het proces en de uitvoering zal ervoor zorgen dat het gebouw conform het ontwerp en het bestek wordt uitgevoerd. Hierdoor kan de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid worden gegarandeerd. Ja, dus functionaliteit, dat is eigenlijk ook het volgende aspect waar we naar gekeken hebben. En door de nodige aanpassingen in het gebouw die bij herstel gepleegd moeten worden, kan het zorgen voor de indelingen, de hoogtes en de bouwlagen, de hoogtes van de bouwlagen en de indeling in de richting van het gebouw, dat het eigenlijk niet conform de standaarden zijn. Dus je kan je voorstellen als het plafond 3,2 meter moet zijn, conform de standaarden voor een utiliteitsgebouw. En we moeten schoren aanbrengen of balken plaatsen, dat je al dan de vrije hoogte voor de gebruiker
2,8 meter, 2,7 meter kan komen, doordat die scoren geplaatst moeten worden. Maar dat is een detailzaak, dat kunnen we straks in het veld ook toelichten. Het initiële programma van IJs is ook niet haalbaar en zal flink aangepast moeten worden door de uiteindelijke gebruiker. En er is ook geen rekening gehouden met de inrichting van het gebouw. Liften en dergelijke zouden we ook eigenlijk geplaatst moeten worden. Bij nieuwbouw kan er optimaal voldaan worden aan de eisen en de wensen van de gebruiker. En er zijn geen beperkingen in het bewerkstelligen van optimale functionaliteit van het gebouw. Daarnaast hebben we gekeken naar de projecthuur. De voorbereidingsfase voor afbouw zal meer tijd in beslag nemen. Onder andere door dus inderdaad meer informatie en onderzoek om de constructieve veiligheid te beoordelen. Het bestaand gebouw moet wederom accuraat worden ingemeten. En uit de resultaten van de extra onderzoeken er diverse oplossingsmodellen worden uitgewerkt en uitgedetailleerd moeten worden. En nogmaals, dit kost ook geld, extra geld en ook extra tijd. Tijdens de bouwfase kunnen er ook onvoorziene problemen voordoen. Dat heb ik net ook gemerkt. En dit kan leiden tot stagnaties en extra kosten. Dus voor het slopen van het bestaand gebouw zal een separate aanbesteding worden gehouden. Die is inmiddels ook al gestart. En daarnaast de sloopwerkzaamheden kunnen simultaan plaatsvinden met de ontwerpfase voor de nieuwbouw. En het maken van het ontwerp en de bestekstdocumenten is sneller en bevat minder tijdrovende aspecten dan voor afbouw. En het is verwachtbaar voor de nieuwbouw dat er geen complexe problemen verwachtbaar zijn. Nou, als slotwoord, nogmaals, beide scenario's zijn uitvoerbaar en realiseerbaar. Zoals ook opgemerkt net door de andere sprekers, met elk zijn eigen voor- en nadelen. Er zullen extra kosten zijn om het huidige gebouw conform de huidige normen en standaarden te herstellen. En is in deze fase ook nog lastig in te schatten, omdat eerst de onderzoeken gedaan moeten worden en vanuit de onderzoeken de oplossingsmodellen worden uitgedetailleerd. Daarnaast komen ook nog de daadwerkelijke kosten om het gebouw af te bouwen. Het slooppuin en de overige restmaterialen zijn herbruikbaar en hebben een restwaarde. Dan praat ik over de kanaalplaten die zijn geplaatst. En ook het eventuele puin dat beschikbaar komt, kan ook hergebruikt worden op andere projecten. Andere oeverbescherming en dergelijke. Nou, beide scenario's hebben risico's. Scenario afbouw brengt meer onzekerheden met zich mee in termen van aansprakelijkheid. Nu en ook in de toekomst. Garanties en duurzaamheid. In vergelijking tot nieuwbouw. En natuurlijk, bij nieuwbouw zijn de risico's minimaal. Zoals elk gebouw, nieuw gebouw wordt gebouwd. De scenario's met alle zijn eigen voor- en naleden en de bevindingen per hand behandeld aspect zijn voorgelegd aan de stakeholders en uiteindelijk is er door de stakeholders een beslissing gemaakt. Dus hier wat enkele foto's om even te laten zien. Dit is een dronefoto van de bovenkant. Je ziet ook alle kanaalplaten die geplaatst zijn. Straks in het veld zullen we dat ook zien. Er is nog veel meer informatie dan wat hier verteld is, maar we blijven bij de feiten, etc. We hebben gehoord, dit gebouw, Hoofdbureau van Politie, KPS, het verhaal loopt vanaf 2007. En we zijn vandaag in 2023, 16 jaar verder. Er is zoveel gebeurd, dat hebben we allemaal gehoord. Niet alle details misschien. En het is inderdaad tijd dat er wat anders moet gebeuren. We hebben een beleid over staatsgebouwen. Dat heb ik in 2022 bekendgemaakt in het parlement, maar ook voor de regering. Dat we alle gebouwen die niet afgerond zijn, en er zijn meer, er zijn honderden gebouwen die niet afgerond zijn. Afgelopen jaren, misschien tientallen jaren zelfs, gaan we oppakken. En we zijn begonnen, niet hier, dit is niet het eerste gebouw, we zijn begonnen. Er zijn een aantal voorbeelden, staatsraadgebouw, renovatie, herstel, congreshal, Mungo, afronding van brandweer- en politiegebouw. Maar ook, hoe die ene heb je vast bij BNA? Die ene houdt aan de brug nog wel meteen. Buvasgebouw, dat is een houten gebouw, hebben we afgebroken, gesloopt. Gesloopt en dan komt daar een duurzaam gebouw. Dus zo
loopt het beleid met betrekking tot staatsgebouwen. En er wordt eerst goed nagedacht wat we moeten doen. Er wordt een analyse gepleegd voordat we inderdaad overgaan daartoe. Dus ik wil alvast weghalen die label alsof dit het eerste gebouw is die deze regering bezig is te herstellen. Nee, we zijn met tientallen gebouwen bezig die geen regering heeft aangepakt. Laten we dat ook duidelijk stellen. Toch? En de bewijzen zijn er al. Wat ik wil benadrukken is dat de historie vanaf 2007 ziet er niet netjes uit. Ik ben zelf civiele ingenieur, mijn background. We zien rechtszaken, we zien gebrekkige tekeningen, onvolledige tekeningen, directievoerder, overheid, allemaal schuldig. Ik ga niemand sparen. Ze zijn allemaal schuldig geweest. En ik zit vandaag als minister van OE. Aanbesteding, we hebben het gehoord. Dossiers die niet te vinden zijn. Ja, want je hebt zoveel wisselingen gehad. Dit is allemaal niet correct. Niet netjes. Het is een belediging, zeg maar, aan het adres van ons allemaal. Ingenieurs, architecten, overheid die dit hebben kunnen. In feite kan je zeggen, als geweest directeur of geweest adviseur, meester Blinken nog in leven was, had hij nog een boek hiervoor kunnen schrijven. Hieruit gaan we leren. Het is een verschrikkelijke mooie case voor studenten die willen studeren op bouwethiek of iets dergelijks. Er is veel ondeskundigheid, onverantwoordelijkheid, een beetje gerommeld zien we ook. Betalingsverplichtingen, want je hebt de techniek hier, maar er is ook een financieel administratief deel dat ook niet netjes is afgelopen. Moeten we ook zeggen. En ja, het is een, zoals mensen zeggen, het is een grote schande. Het is een grote schande wat er hier geleverd is en wat er gedaan is met zeg maar staatsmiddelen. Dan ga je zeggen, als u al die onderzoeksrapporten leest, ik vertel u iets van een jaar terug. Want een jaar terug had de regering ons opdracht gegeven om alles te herevalueren. Maar gisteravond ging ik even door alles. Ik ga u zeggen, u gaat rillen van wat u leest. In de onderzoeksrapporten van al die onafhankelijke deskundigen. Maar goed, na 16 jaar ben ik hier als minister. En ik heb beloofd dat geen enkel project smet mag hebben. Onthoudt u dat goed. De argumenten zijn genoemd door meneer Prataap-Goudreal, door de inleiders. De herstart van dit project mag geen enkele smet hebben. Dat is een voorwaarde, dat is opdracht. En inderdaad, de regering heeft in 2022, dacht ik, opdracht gegeven aan de minister van Openbare Werken en het ministerie van Financiën om technische evaluatie opnieuw te doen, alles goed te bestuderen met advies te komen. En de minister van Financiën heeft de opdracht gehad om de administratieve zaken te controleren, zoals de betalingsverplicht, etc. En daar moest een rapport uitkomen en op basis daarvan hebben we het besluit genomen. En inderdaad, het besluit is slopen en opnieuw starten. En de hoofdargumenten zijn genoemd. Gebrekkige tekeningen. Hoe is het gebouwd? Hoe kunt u van mij verwachten dat we gaan toestaan dat we niet weten wat er in de kolommen en wanden zit of in de fundering? Is onmogelijk. Alleen op basis van dit argument. Alleen op basis van gebrekkige tekeningen kunnen we dit niet verder toestaan. Zo simpel. Maar er zijn nog meer zaken. We zijn 16 jaar verder. De eisen zijn veranderd. Misschien van het korps, politie. De veiligheid moeten we rekening mee houden. Misschien zijn er nieuwe zaken waarmee we in de bouw rekening moeten houden. Zo zijn er heel wat argumenten die ik nog kan noemen. Maar het meest belangrijkste is dat de regering in het kader van het beleid van staatsgebouwen heeft gezegd dat het KPS-gebouw binnen 2 jaar opgeleverd moet zijn. Want de veiligheid, u weet het zelf, de veiligheid van onze burgers landelijk is te belangrijk voor deze regering. En dit is het hoofdbureau en de mensen moeten in een goede omgeving kunnen werken met alle technologie. En dat is het besluit van de regering, dus we gaan verder. Even wat, omdat ik een beetje achtergrond heb. Het is een betonnen gebouw, ik ga het straks zien. Betonnen gebouwen hebben, dit is volledig beton. Hebben betonstaal fundering, kolommen, wanden, vloeren. Dak is niet gekomen. Er horen tekeningen erbij, er is wapening erbij, er is cement.
Natuurlijk zijn er ook bestek en dergelijke zaken. En als we kijken naar die veiligheid, dat hebben we gezien. Heel wat onvolkomenheden, heel wat zaken die niet bekend zijn, constructief. En dan kom je aan de integriteit, niet alleen van het gebouw, maar ook van het ministerie van Openbaar Werk. Ook van die architect, ook van de aannemer die daarna moet komen. En dat is het integriteitsvraagstuk wat ik heb gezegd. Om ethische reden kunnen sommige dingen niet. En als mensen in het vakgebied dat niet snappen, dan moeten ze het werk niet doen. Of ze moeten het college ethiek opnieuw gaan volgen. Maar zijn ook ethische vraagstukken. De tekening en de foto. Zo is het project begonnen. Wat je niet ziet, kunnen we niet meer zien. Dus we kunnen geen risico nemen. De vloeren zijn verkeerd gelegd. U gaat het straks zien. Balken voldoen niet aan de eisen zoals in de tekening. En als die tekening ook fout is, dan weet u wat u krijgt op het veld. Daar begon het al bij de tekening. Wanden niet stabiel uitgevoerd. Dat gaan we straks zien. Fundering. Ik weet niet of de fundering gedaan is zoals het gedaan moest worden. Voor zoveel. Allemaal vraagtekens. Heel wat vraagtekens. En dan gaat men zeggen, ja maar minister, beton is beton, het staat wel. Ja, helemaal eens. Beton is iets dat vrij lang kan staan. Maar als in het bestek staat dat je 4 rond 25 moet gebruiken, dan mag er geen 4 rond 10 zijn. Het mag gewoon niet. En dat moet gesloopt worden, ja. Dat moet gesloopt worden. Dan begrijpt iedereen waarom we moeten slopen. Want het is oplichting. Het is constructief fout. Kan een gevaar zijn. Dus ik hoop dat u begrijpt. En straks gaat u zien wat de mankementen zijn. Wat u niet kan zien, gaat u niet kunnen zien. Maar we kunnen het ook niet verifiëren. Want niet alle tekeningen waren correct. Waren volledig. Er waren heel wat fouten kunnen tekenen. En het is jammer dat we niet alles meer kunnen vinden. De argumenten zijn inderdaad hier met het hele team aangegeven. En ik ga afsluiten hoor. Laat me kijken wat ik nog moet zeggen. Ja. We gaan dus beginnen met de sloopwerkzaamheden. Die worden aanbesteed. De aanbesteding is dat 31 augustus. Dan zal het proces verder begeleid worden door het nieuwe consultantbureau dat aangetrokken is. De staf van het ministerie van Openbare Werken is in place. Ik zelf let er ook op met collega justitie en politie. En er is een presidentiële commissie onder leiding van meneer Pertap. Dat is een heel team die ervoor moet zorgen dat wat vroeger gebeurd is, niet gebeurd is. Dat de tekeningen volledig zijn, dat ze goedgekeurd worden. Dat iedereen plezier is aan voor is, inderdaad naar de volgende stap gaan. Dat is het kort, leden van de pers en de kijkers, luisteraars, om het algemeen te houden wat, waarom het besluit van sloper is genomen. En we komen tot nieuwbouw. Want daarmee wil ik afsluiten. En als er vragen zijn, horen we dat straks. Maar straks ga je ook wat we hebben gezegd op het veld zien. Een deel gaat u zien. Een deel gaat u niet zien. En wat u niet kan zien, daar zijn er ook heel veel vragen over. Alsjeblieft.